Glue TV, de interviewreeks die Glue Amsterdam ondersteunt. Glue Amsterdam is, denk ik, inmiddels al een bekende designroute geworden langs de creatieve hubs. Een dertigtal in Amsterdam. En ik zou bijna zeggen, traditiegetrouw elk jaar medio september. Nou, met deze interviewreeks, met Glue TV, willen we een aantal van die sleutelfiguren in, in het creatieve Amsterdam alvast in de spotlights Zetten. Mijn naam is Jeroen Junte en bij mij aan tafel zit Suzanne Oxenaar. Uh, welkom Suzanne. Ik zei al sleutelfiguren in uh, creatief Amsterdam. Nou, ik denk als dat uh, op iemand van toepassing is, uh, dan is dat op jou. Je was uh, zeg maar inmiddels ik denk 30 jaar geleden al uh, met de superclub uh, uh, voor de mensen die het niet. Meer weten omdat ze te jong zijn. Een hele bijzondere plek waar eten, drinken, performance, kunst samenkwam. Restaurant stonden onderkomen. Verrijst daar waar u het niet verwacht. En bedient alle zintuigen. Zo begon het. En later werd het met Chef Thor en Gula Stoop. En nog later, Dagan Cohen. Daarbij werd het eerste lounge-restaurant ter wereld. Ja, nou, dat bedoel ik. Zeg maar, vanuit Amsterdam de rest van de wereld uh, inspireren. Zou je kunnen zeggen welk project. Zeg maar, staat toch heel dichtbij je? Of laat eigenlijk heel goed zien waar jij voor staat? Wat jij in al die jaren hebt proberen te, te bereiken in Amsterdam? Uh, ik denk dat dat het Lloyd Hotel en culturele ambassade is. Omdat uh, in het Lloyd Hotel komt eigenlijk datgene wat ik heel belangrijk vind. Het uitwisselen van culturele bagage van mensen. En of het nou internationaal is of nationaal. Dat was daar mogelijk door een hotel te maken van één tot vijf sterren. Waar eigenlijk... Ongeacht uh, je financiële mogelijkheden, je kon verblijven. Maar waar het vooral om ging, wat, is die, wat brengt die gast? En hoe kunnen we die gast in contact brengen met wat er in Amsterdam gebeurt, in Nederland gebeurt? Maar ook uh, wie zijn de andere gasten? Hoe kun je die bij elkaar betrekken? En omdat het een groot uh, gebouw was, kon je daar eigenlijk net zo makkelijk uh, Mono Japan houden. Dus Japanse ambachtslieden. Uitnodigen. Je kon er een uh, voorstelling houden, een tentoonstelling. Uh, zowel s'nachts als overdag. Dus dat is ook een soort 24-7 uh, community. En ik denk dat uh, ja, het is soms gewoon heel leuk dat een concept wat je maakt, en natuurlijk uh, heb ik dat niet alleen gedaan, maar altijd met Otto Nam. ook uh, latere projecten. Uh, ja, als zoiets werkt, en, ja. uh, niet alleen werkt, maar nou, helaas door. Uh, door hoe de, hoe de wereld veranderde, maar we zouden er een in Madrid maken en ook een in, in Berlijn. Uh, ja, daaruit blijkt wel dat, dat er een behoefte aan is en dat het functioneert. Maar het klinkt bijna als een, een soort ouderwetse opvatting van wat een hotel zou moeten zijn: een plek van ontmoeting, van uitwisseling, van, van verbinding. En in jouw geval, dus heel erg die creativiteit als zeg maar, vliegwiel. Dat het allemaal bij elkaar. Uh, ja, we hadden daar een. Uh, nou, alleen al had ik een, hadden we een collectie van meer dan 150 verschillende stoelen. Uh, in die zin, het was een hotel met heel veel design, maar niet een designhotel. Het ging er eigenlijk om dat het design meer het verhaal vertelde van de designer erachter, maar ook van wat zijn de ontwikkelingen daarin. Net zoals het Lloyd Hotel zelf, is ooit gebouwd door Breman in 1917, maar. We hebben toen MVRDV gevraagd om, als het ware, te ontsnappen uit de hele extreme geschiedenis van dat hotel. Ja. En dan krijg je dus ineens een wisselwerking tussen die geschiedenis en het heden. En dat geeft natuurlijk altijd een heel, uh, ja, heel goed beginpunt voor communicatie met wie dan ook, of voor nieuwe projecten. Um, nou heeft het hotel inmiddels in, in de stad een andere invulling gekregen, ook de kijk op, op toerisme? Um, ik heb zelf wel eens het idee dat er ook. Waar misschien wel een, een te negatieve kijk op toerisme is in Amsterdam. He, toerisme kan volgens mij ook heel veel brengen. Als je het hebt over verbinding, uitwisseling, nieuwe, 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 nieuwe kennis, nieuwe ideeën aandragen. Hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat natuurlijk. Ik hou zelf enorm van reizen. Dus. Uh... Ik kan me iedereen voorstellen die heel graag naar een andere stad wil gaan... en ergens wil en moet verblijven. Wat natuurlijk, wanneer het vervelend wordt... is wanneer de massa's te groot worden en eigenlijk onstuurbaar. En het is best heel moeilijk om daar een, een goede modus voor te vinden. En een van de, van de dingen die, die, denk ik, werkt... is om steeds meer ook de periferie van de stad op te zoeken... die serieus te nemen en te gebruiken. En... Ja, ook, laten we zeggen, culturele instellingen, culturele plekken, uh, daar meer van te ontwikkelen. Dus er moet ja. eigenlijk nog veel meer cultuur komen, veel meer verspreid. Je, je zegt net hè, over, over, zeg maar, de minder, minder voor de hand liggende plekken van de stad betrekken bij het toerisme. Nou ben je een aantal jaar geleden een nieuw hotelconcept begonnen, hm. Suites Hotel. Hm. Um, hoe past dat binnen die... Binnen die filosofie van het, 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 het toerisme in Amsterdam is meer dan de Wallen en het Anne Frankhuis. Nou, dat was zeker toen we begonnen, toen bestond Airbnb nog niet. Dus toen was het al helemaal voor toeristen niet vanzelfsprekend om, laten we zeggen, naar andere wijken in de stad te gaan. En die 28 brugwachterhuisjes, echt van noord naar zuid, naar oost naar west verspreid. Die maken het mogelijk. Ook voor ons eigenlijk om die stad heel erg goed te leren kennen. Steeds weer een andere wijk. Steeds vanuit een ander perspectief. En eigenlijk ook weer net zoals bij het Lloyd Hotel. Uh, van één tot vijf sterren zou je kunnen zeggen. En het zijn dus, dus een, een, een zeg maar een 28-tal uh, brugwachtershuisje. Ja. Die samen met ik, ik meen architectenbureau specialisten, Specimen, Ja, die dus ook de, dat, keuvel uh, die de, de keuvel gedaan hebben. de keuvel hebben gedaan. Um, zo ontwikkel je eigenlijk voortdurend ook met verschillende soorten creatieve verschillende soorten. Uh, ik zou bijna zeggen, maar dat bedoel ik als een compliment... een kameleontische uh, gedaante die je uh, op, op verschillende momenten aanneemt. Door, door, uh, maar vaak met ontmoeting en uitwisseling als centraal uh, ja, je punt. Je zoekt eigenlijk steeds in, in zo'n project... Um, ja, waar ligt het avontuur? Waar kunnen we mensen bij betrekken? Wie zijn dat? Dus bijvoorbeeld het Swiss Hotel... omdat het 28 ook totaal verschillende uh, huisjes zijn in stijl... Moet je iedere keer opnieuw gaan denken van waar gaat dit eigenlijk over? Wat is hier belangrijk? Wat willen we uitlichten? Wat kan degene die hier gaat verblijven, uh, meemaken. Maar zo hebben we bijvoorbeeld ook Exchange Hotel. Ja. Uh, op het Damrak. Nou, het is natuurlijk een plek waar, uh, ja, waar lang niet iedereen niet uh, wil zijn. Uh, in de uh, laat ik het zacht uitdrukken. Fijne horeca en. Uh, uh, ja, maar wij en vonden dat wel weer echt een uitdaging, zeker na het Lloyd Hotel. En daarvan hebben we toen gezegd van nou. Uh, de damrak zelf lijkt wel een soort catwalk. Dus waarom gaan we de kamers niet aankleden als uh, modellen? Het eerste modehotel, al zou je het zelf niet zo noemen, ja. Ja. maar toch in ieder geval het eerste hotel met mode als uitgangspunt ja. in Nederland. En dat is heel bijzonder, want daar hebben dus uh, studenten van Amfi, afstudeerstudenten, die hebben uh, de eerste trench gemaakt van die kamers. Hebben ook bijna een kilometer stof ontwikkeld samen met het textielmuseum. Geen één kamer is hetzelfde. Ze hebben allemaal hele andere pers. Ja, perspectieven ook, om maar te noemen. Eén student had alle dozen die er nog waren. Had een soort kartonnen dooskamer van gemaakt. Die weer refereert natuurlijk aan daklozen. en daar weer een stof over gemaakt. Maar we zijn ook blijven veranderen. Dus we hebben uh, Maison de Vaux, die uh, net een fantastische prijs gekregen hebben. gefeliciteerd nog. Um, die uh, ja, zich een beetje begeven tussen theater, beeldende kunst en fashion. Die hebben een prachtige serie van zeven kamers gemaakt. En nu net, um, en dat is ook die verbinding in de stad, uh, via Jan uh, Hoek van uh, Sexyland, wat ik trouwens een fantastisch uh, initiatief vind, waar hij... Uh, aan het ei tegenwoordig? Aan het ei, ja, het, uh, World heet het nu exact. ook. Um, uh, ja, die heeft ons in contact gebracht met een van de fashion designers uit Nigeria, uh, Papa Uyayama, um, Eigenlijk om bij ons te komen logeren in het hotel. En toen hebben wij gevraagd: van, nou, wil je dan niet uh, een kamer inrichten? Hij komt uit uh, Lagos. Toen zeiden ja, dat is goed, maar dat hadden we natuurlijk kunnen weten. Dan ga ik terug naar Lagos en dan wil ik daar de stoffen ontwikkelen. Dus hij heeft daar echt. Uh, het is het land ingegaan om hele typische materialen van daar terug naar Nederland te brengen. En toen kreeg ik bijzonder dat wij hem de Suiets huisjes lieten zien en dat hij een fashion show wilde maken. Uh, bij het Amsterdam Schutthuisje. Waarvoor hij uh, Femi Fowler, Fowler. en Shola Superstar heeft meegenomen. En die hebben dus in een maand. gewoon op straat mensen ontmoet. en uitgenodigd. Uh, om ja. als model uh, ja. uh, te lopen. En dat is echt een fantastische fashion show geworden. En zo ja, uh, groeit, groeit dingen, dat netwerk. Ja, ja. en die contacten overal. Uh, is dat dan zeg maar. Hè, als. Creative Citizen, de Suzanne Oxenaar manier. Um, iemand komt logeren in je hotel. En opeens een paar maanden later is daar een grote performance met een kunstwerk. Wat uh, ik heb, is het ook tijdens Glue te zien? Uh, of is dat een ander werk in de Halle? In de Halle is een ander werk. Is weer een ja. ander werk. Ja. Nou ja, af hè? Ja. He, alles kruisbestaat, maar dingen ontstaan eigenlijk. En dat lijkt dan alsof het. Heel makkelijk is, maar er komt natuurlijk toch heel veel visie en, en netwerken bij kijken. Zou jij tot slot, um, zeg maar, dat werk wat je doet kunnen omschrijven in nou ja, één zin, vraag ik misschien wel heel veel van je. Maar wat is die kern dan van hoe jij werkt? Ja, ik denk dat je eigenlijk altijd enorm nieuwsgierig bent en ja, potentie ziet bij een ontmoeting bij mensen of bij de werken die ze maken. En dat je eigenlijk probeert om dat te realiseren of in contact te brengen met iemand anders. En het voordeel is als je uh, ruimtes hebt daarvoor... of andere mensen met ruimtes kent... zoals dat bijvoorbeeld met, uh, met uh, Jan Hoek dan gaat... ja, dan is eigenlijk alles mogelijk. Ja. En dat kan het heel klein zijn en heel groot... en het kan uh, met of zonder geld. En het wat kan, klein ja. is, kan groot worden. Nou, en wat ja. heel groot is, kan opeens ja. heel klein en toegankelijk worden. Ja. Ik bedenk me nu... Ben je eigenlijk niet gewoon een culturele gangmaker? Moet dat niet op jouw visitekaartje <laughs> staan? Dat zou wel kunnen, ja. Dat is feitelijk wat je doet, ja. toch? Ja. ja. Connecties ja. leggen en mensen, mensen verbinden met cultuur als uitgangspunt. En kunstwerken realiseren, mede helpen realiseren. Ja, precies. Maken, gang maken. Ja, Maken Ja, nee, inderdaad. Oké, okay. dankjewel Suzanne. Fijn dat je er was. Dankjewel Jeroen.